Goede voortzetting richting Emega. En nu stormen er een paar Spartanen naar voren, onder wie Van Crooy. Emega kan het ook zelf gaan doen. Dan krijgt Van Crooy hem van de Ajax ziet, denk ik. En alsnog de vlag omhoog, maar de vraag is wie die bal nou richting Van Crooy speelde. Zo is het bijna een positiespel in het 16 meter gebied geworden. Als Alvarez hier de lucht in gaat, Van Leer er nog een hand tegen krijgt. En Danilo de beste kans krijgt voor Ajax. Mazraoui, vlag blijft omlaag. Mazraoui, teruggetrokken bal en daar is hij dan. Dit is geen buitenspel. Tadic tikt hem binnen. Heilen heft dat buitenspel op. En zo staat Ajax in minuut 36 toch op voorsprong. Lang had het kasteel veel weg van een doolhof zonder uitweg. Het eerste voorzichtige gaatje in een van de heggen al gevonden, zojuist door Danilo. En nu toch de opening. Martinez. Mazraoui en de twijfel bij Van Leer. Ja, die kan er al vol overtuiging naar voren, maar hield vervolgens ook vol overtuiging weer in. Mooie strakke paas van Martinez. Gelukje voor Danilo die de bal in de kluts meekrijgt, maar nu kan uithalen. En Van Leer wordt hier toch behoorlijk getest. Berghuis. Daar ligt de ruimte aan de linkerkant bij Taliafico. Neres houdt het breed. Taliafico gaat het zelf doen. Die haalt geweldig uit. Van Leer met een goede reactie. Neres. Berghuis kan het nog een keer proberen en vindt ook weer de handen van Van Leer. Daar het eindsignaal van Kamphuis. Het was een uiterst moeizame vroege zondagwedstrijd voor Ajax. Maar die moeizame zondagwedstrijd gaat wel gewonnen worden door de goal van Tadic in de 36e minuut.